Binnenkort begint school weer. Wat vind je ervan? Nou, ik denk dat ik het wel leuk vind als corona weg is, zeg maar. Dus gewoon weer oude regels. Natuurlijk wel huiswerk en zo, dus minder. Maar ik zal het minder erg vinden als dit schooljaar, zeg maar. Met al die coronaregels en al het gezeur. Dus ik denk dat ik het niet eens heel erg vind eigenlijk dit jaar. En wat is je favoriete vak op school? Gym. En welk, wat doe je voor een school? Wat doe je voor een opleiding? Ik doe MAVO. Welke klas? Klas 3 nu. Wat is je beste vak? Waar ben je het allergoedst in? Geschiedenis. En waarom ben je zo goed in geschiedenis? Nou, dat vind ik interessant. En dan verdiep ik er meer in en dan haal je er ook hogere cijfers uit. Leuk. Nieuwe vrienden zien. Of andere vrienden zien die je in de vakantie hebt gezien. Nieuwe vrienden maken. Prima, ja. Je gaat naar een nieuwe school toe, neem ik aan? Nee. Nee, maar dat je weer andere vrienden ziet dan dat je in de vakantie hebt gezien. En nieuwe klas, nieuwe vrienden maken. Dus. Ja. Naar welke klas ga je? Naar 3 MAVO nu. En heb je er zin in? Ja, blijf school, maar... Wat is prima. Het leukste vak op school? Gym. En wat maakt gym nou zo leuk? Ja, sporten vind ik heel leuk. En wat je doet is sporten natuurlijk. Wat vind je het moeilijkste vak? Moeilijk weet ik niet echt. Ik denk wiskunde vind ik wel lastig. Met de Wageningse methode, maar... Heel erg leuk. Want dan kan ik weer mijn vrienden zien. En naar welke groep ga je? Naar groep 4. Heb je dan een nieuwe juf of meester? Ja. En lijkt je die aardig? Ja, best wel. Ja, leuk. Ik kijk er wel naar uit. Want een nieuwe school voor mij. Want ik ben net... Voor mijn examen ben ik net geslaagd, dus ik ga nu naar een nieuwe school toe. Waarvoor ben je geslaagd en wat ga je doen? Ik ben geslaagd voor mijn VMBO kader. Dus ik ga nu naar Dulon, naar de VEVA. Dus de vooropleiding voor als je naar Defensie wil gaan. En dan daarna hoop ik door te stromen naar kunnen naar Defensie dan. Oké, goede plannen. Ja. En wat wil je bij Defensie gaan doen? Ik zit nog te twijfelen tussen de landmacht en de luchtmacht. Maar je moet sowieso eerst volgens mij nog een baasopleiding doen, militair sowieso nog. En dan daarna wil ik wel, ik denk toch wel de landmacht doen, denk ik wel. Het is wat de commando. Trekt je zo aan? Ja, ik weet niet, het is altijd wel zo'n kinderdroom geweest. En gefascineerd door mijn opa's verhalen en zo, dus dacht ik van, ja. En ik ben niet echt van het stilzitten of zo, ik wil echt in beweging zijn en uitdagingen krijgen. Dus dan dacht ik van, nou, dan is dit perfect voor mij eigenlijk. Hoop ik dan eigenlijk. Heb je er zin in? Ja. Waarom? Omdat we dan weer naar school kunnen. Ja, naar welke groep ga je? 4. En heb je dezelfde meester of juf of niet? Nee. Ja, wel leuk. Wel gezellig. Ik heb alleen... Allerleukst? Ja, gewoon met elkaar zijn weer. Beetje gezellig met vrienden en zo. Nou, dat eigenlijk. Ja, wat is nou het leukste van school qua vakken? Gym en natuurkunde eigenlijk. Natuurkunde? Ja, ik vind dat wel leuk. Ik vind dat wel interessant. Wat maakt natuurkunde zo leuk? Ja, dat weet ik niet. Ik vind het gewoon interessant. En ik kan het wel goed, dus dan is het ook wel wat leuker. Ik vind het wel leuk, want ik had het wel op een gegeven moment gemist. Maar het wel even weer wennen, denk ik, met school. Verder heb ik er wel zin in. Welk klas zit je? Ik zit in de 4e. Examenjaar of niet? Ja. Ja? Examenjaar. Ga je het halen, denk je? Ik ga mijn best doen, maar ik denk wel dat het lastig wordt. Maar ik ga mijn best doen. Oké. En wat is nou het leukste van school? Ik denk gym. Of de pauzes. Gym of de pauzes? Ja. En waarom maakt dat school zo leuk? Omdat je dan kan voetballen en gewoon... Een beetje hoef je niet in de les te zijn en niet zo op te letten en... Ja. Nou, ik denk dat het wel leuk wordt. Ja. Gewoon... Ik denk dat het begin een beetje hetzelfde als vorig jaar. En daarna wordt het gewoon weer leuker, denk ik. Wat is het allerleukste aan school? Gewoon met vrienden zo zijn. Ja. Heb je ook een favoriet vak? Ja, ook gym, maar ja. Dat is gewoon leuk, ja. Ben je in een studievak ook goed? Op zich gewoon talen ben ik wel goed in. Wat is het leukste? Ik denk gewoon je vrienden weer zien, eigenlijk. Ja? Ja. En qua vakken? Denk gewoon sporten, vind ik leuk. Een beetje dingen doen. Leren is niet echt heel erg mijn ding, maar... Heb je ook een favoriet leervak op school, of niet? Op zich Engels heb ik op de basisschool wel veel gehad, dus dan is het voor mij wel wat makkelijker. En voor de rest, alles gaat wel gewoon prima, maar niet per se heel leuk. En weet je wat je later worden wil? Nee, nog niet. Nog niet over nagedacht. Dus.
Nee, wat, welke klas ga je doen? Ik ga naar de derde. De 3 HAVO ga ik. Ja, leuk. Ik heb er wel zin in. Ja, naar welke klas ga je? 3 HAVO. Ben je goed op school? Jawel. Wat is je favoriete vak? Gym. Gym? Ja. En wat is het moeilijkste vak? Wiskunde. Ja? Ja. Wat maakt wiskunde zo moeilijk en gym zo leuk? Gym kan je lekker je energie kwijt, kan je lekker bewegen. En wiskunde moet je altijd zo heel geconcentreerd zijn en moet je opletten. Dat is niet echt mijn ding. En weet je wat je worden wil als je later groot bent? Ondernemer, denk ik. Oh, en waarin ga je ondernemen? Ik wil eigenlijk een uitzendbureau beginnen. Mensen inhuren en ergens detacheren? Ja, dat lijkt me heel leuk. Is er iemand in je omgeving die ondernemer is? Ja, mijn vader is ondernemer. Hij doet hetzelfde werk? Nee, hij heeft een eigen bedrijf, eigen bouwbedrijf. Dus hij verhuurt ook mensen, laat me zeggen, alleen dan in de bouw. Ja. Oké, en wat voor soort mensen wil jij dan gaan verhuren? Mensen die graag willen werken en die op dat moment geen werk kunnen vinden. Die wil ik wel verhuren aan verschillende bedrijven.